Voor bedrijfsschade zijn allerlei oorzaken. Het kan veroorzaakt worden door brand, waterschade, bliksem. Uiteindelijk komt het bedrijf door een bepaalde gebeurtenis stil te liggen. De inkomsten vallen weg, maar de vaste lasten lopen op dat moment wel door. Allereerst maak schadescenario's. Aan de hand van scenario's kun je bekijken waar de kwetsbaarheden in je organisatie zitten. Kijk met name naar kwetsbare machines en machines die essentieel zijn in het productieproces. Machines die moeilijk te vervangen zijn, dat zijn de machines waar je preventie heel specifiek op af moet stemmen. En dan kom je bij tip 2 en dat is aan de hand daarvan kun je bepalen welke preventie je moet toepassen om die scenario's niet te laten uitkomen. Maatregelen kunnen bestaan uit automatische blussystemen, detectiesystemen, systemen die zorgen dat de productie stop wordt gezet op het moment dat er een bepaalde waarde wordt overschreden. Eigenlijk de systemen die zorgen dat een schade zich niet gaat uitbreiden. Mocht er nou toch iets gebeuren, zorg dan dat je een goede bedrijfsschadeverzekering hebt. Daarbij zijn 2 dingen belangrijk. Verzekerd bedrag. Kies een verzekerd bedrag dat kijkt naar de toekomst. Bedrijfsschadeverzekering is niet gebaseerd op de omzet uit het verleden, maar de omzet die je in de toekomst gaat halen. Dus stem daar je verzekerd bedrag op af. De tweede keuze is de uitkeringstermijn. Op het moment dat het bedrijf is afgebrand, moeten er nieuwe machines aangekocht worden, vergunningen aangevraagd worden. Dat duurt vaak erg lang. Dus kies een uitkeringstermijn die voldoende lang is om het bedrijf ook schadeloos te kunnen stellen. Kortom, maak schadescenario's en goede plannen, zodat na een schade je zo snel mogelijk weer door kunt werken.